huis uit waren. Jan stalt niet zo hoog en Klaas spook. Zaten pa en moe bij elkaar, eenzaam te wachten op hun dood. Dankbaar voor vaders prima pensioen, waar hij 40 jaar voor beaamd had. En ze het goed van konden doen, al wisten ze lang niet meer wat. Nooit kwam er 's avonds iemand op bezoek om over iets te praten. Ze dronken hun koffie, ze kauwden hun koek, van goden en mensen verlaten. Soms lazen ze in het plaatselijke blad over Jan of over Piet of over Klaas. En wat hij gedaan en gekregen had, en voelde zich eenzaam en dwaas. Eens op een dag, na grote hitte, viel de regen eindelijk neer. Zij moe, bitter, uit de hoogte, God giet zijn bloemen ook een keer. En s'avonds toen moe zat te naaien met een kleine N, en pa zijn krant zat te lezen, werd voor het eerst na 7 jaar aangebeld, en waren ze bang wie dat kon zijn. Laat maar moeder, ik ga wel even, sprak pa en na de krantenbak bleef hij nog heel even zweven voor hij nek en ribben brak. En de jongens sprongen over de drempel en riepen, daar zijn we weer even. En moe lachte en dacht, waar rempel, en heeft ze bij de koffie vergeven.